We kijken inderdaad terug uit naar de debatten. Kan je even meer uitleg geven wat de mensen eigenlijk mogen verwachten? Wat de mensen mogen verwachten is zoals steeds een zeer kwalitatieve aanpak. Ik denk dat het moderatorenteam ervoor gezorgd heeft om rond de verschillende thema's, we kunnen daar straks nog over hebben, een keur van sprekers opnieuw naar Gent te brengen om hier de debatten te doen. Dat is zeker één element van de debatten. En het tweede element dat we gaan voor zorgen is dat de streaming, we moeten in deze tijden van corona voor streaming zorgen, dat deze op een zeer professionele manier gebeurt. Er zijn inderdaad belangrijke thema's. Ik ga zelf beginnen met het thema dat mij nu toevallig nou aan het hart ligt, gezondheidszorg. Je zou kunnen denken dat we dat gekozen hebben naar aanleiding van corona, maar nee. We zaten recht in de roos als we het verleden jaar al kozen, omdat we zagen aankomen dat de gezondheidszorg een van de grote uitdagingen zou zijn en dat zowel Vlaams als federaal daar te veel besparingen geweest waren. We gaan de sprekers die ervoor zijn, onder andere Mark van Ranst en mensen die in de ziekenhuissector gewerkt hebben. Een tweede belangrijk thema is: wie gaat de crisis betalen? Want ja, je krijgt daar altijd redeneringen over in de pers. En we hopen dat het niet meer de gewone man zal zijn die moet betalen, maar dat er elders centen zullen gevonden worden. Nu, wij hebben klasse-economen die daar zullen op antwoorden in het debat over economie. Erik Koeman doet zelf ook nog twee debatten. Het eerste debat gaat over de Belgische politiek. Die loopt natuurlijk volop en je zou kunnen zeggen, we gaan misschien tegen de Gentse feesten debatten de 21ste juli een nieuwe regering hebben, al dan van welke samenstelling dan ook, misschien krijgen we daar een primeur. Het laatste thema dat ook Erik Koeman doet, de nieuwe wereldorde of de wereldorde, is natuurlijk ook wel belangrijk. En waarom is dat zo? De globalisering staat een beetje in de moeilijkheden. Hè? Omdat we zien dat alles verder loopt en dat we door deze crisis zien dat globalisering een probleem zou kunnen zijn. Bij ons, Erik Koeman, vandaag hebben we een persconferentie gehad over de debatten die gaan doorgaan tijdens de Gentse feest. Je bent een van de grote grondleggers. Het zijn weer moeilijke thema's, gevaarlijke thema's waar heel veel kan over gepraat worden. Maar toen de coronacrisis uitbrak, dat de debatten moesten op elke mogelijke manier doorgaan. En voor ons was het zelfs zo dat we dachten, als er één ding maar kan doorgaan in de Gentse feesten, dan zullen het de debatten zijn. En dus omdat debatten, denk ik, door deze coronacrisis meer dan ooit noodzakelijk zijn. Moet er in de diepte gediscussieerd kunnen worden. Boven het niveau van de zevende dag, laten we maar zeggen. Waar eigenlijk dezelfde rondjes met dezelfde politici elke keer worden gemaakt. Dus met een bredere panels en met thema's die belangrijk zijn voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Ik kan me voorstellen dat je er zeker naar uitkijkt, dat je terug weer zegt van, dat zijn nu mijn dagen waar ik eigenlijk hoogdagen zijn, waar ik mij een keer kan losmijten, waar ik echt mijn hart kan lichten en dat ik diepte interviews kan doen. Het is natuurlijk zo, ik moet echt toegeven, ik ben verslaafd aan de debat. En totaal afstand nemen van de debatten, zoals ik eigenlijk had beloofd, valt me zeer moeilijk. Dus ik ben blij dat ik er nog altijd bij hoor. En dat men mij gevraagd heeft om toch nog het openingsdebat en het slotdebat te doen.